Op dinsdagavond 5 februari hield Emerentia van Hoeve van Nes bij Boekhandel de Boer een lezing over haar boek met de brieven die Wilhelmina schreef aan haar Engelse gouvernante, Miss Elizabeth Saxon Winter. De eerste brieven zijn fonetisch gespeld. De aanhef en de afsluiting heeft ze in het Engels gelaten. De rest is vertaald. De aanhef laat zien hoe dol Wilhelmina later was op haar gouvernante. My very dearest darling. Most darling dearie. Dearest sweetie. Sweetest darling. My dear old friend. En dear old bones. De titel van het boek. Mevrouw van Heuven heeft een prachtig boek geschreven over de brieven die Wilhelmina schreef aan haar gouvernant. Ja, ze heeft heel veel brieven geschreven aan haar Engelse gouvernante Miss Elizabeth Saxon Winter. Die gouvernante was van haar zesde, dat was in 1886, tot aan 1896. Maar ook daarna heeft ze hele lange brieven geschreven toen Miss Winter ontslagen was. En dat gebeurde toen Wilhelmina belijdenis deed. En ze is blijven schrijven bijna tot aan haar dood in 1936. Toen is ze overleden. En was het eigenlijk niet apart om een Engelse gouvernante te hebben? De meeste mensen in die tijd hadden een Franse gouvernante, dacht ik. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar koningin Emma, de moeder van Wilhelmina, had zelf ook een Engelse gouvernante gehad. En koningin Emma en haar ouders ook al, die vonden de Engelse manier van opvoeden eigenlijk de beste. Beter nog dan de Duitse, want die vonden ze wat slaafs. En daarom hadden ze een Engelse gouvernante in dienst. Maar Wilhelmina had al op haar tweede jaar een meisje uit de Elzas die haar al Frans leerde. En toen ze elkaar voor het eerst zagen, Saxon Winter, de gouvernante en Wilhelmina, spraken ze ook Frans met elkaar. Wat betekende zij eigenlijk voor Wilhelmina? Aanvankelijk ging het best wel goed. Maar toen ze in de tienerjaren kwam, toen heeft ze toch ook duidelijk wel botsingen gehad met Saxon Winter. En eigenlijk pas nadat ze ontslagen was in 1896, toen merkte Wilhelmina pas wat voor een ontzettende belangrijke rol Miss Saxon Winter in haar leven is gaan vervullen. Want zij was eigenlijk de enige die ze volledig kon vertrouwen. Omdat ze ook met de anderen niet te veel contact mocht hebben. En dat merk je onder andere in een hele tragische brief als haar tante is overleden. Tante Sophie van Saxe-Weimar, een zuster van haar vader. En dan is ze helemaal totaal in de war. En dan is ze bij niemand kan ze er zorgen kwijt en er verdriet kwijt. En ja, dan is Saxon Winter, die aan de andere kant van de zee woont in Engeland. Ja, dat is dan de enige aan wie ze dus een brief schrijft. Met al haar verdriet erin. Tineke Kemper, je hebt net geluisterd naar de lezing van mevrouw Emerentia van Heuven. Wat vond je ervan? Ik vond het een hele boeiende lezing. Het gaf een beeld van Wilhelmina die ik nog niet kende. Zo vroeger, ja, iedereen weet wel dat ze een beetje eenzaam is geweest. Maar toch zo eenzaam en toch zo moeilijk. En een moeder die altijd maar aan het werk was. En ook een beetje ja, die humoristische tekeningen. Dat beeld dat ken je natuurlijk niet zo van Wilhelmina van het Koninklijk Huis aan zich. Dus ik heb heel erg genoten. Ik heb ook nieuwe dingen gehoord. Hè. Dat ze niet goed tegen de hitte kon. Maar ja, dat ze niet te intiem met iedereen mocht zijn. Dus dat ze eigenlijk ja, kunstmatig ook een soort afstandsschild om zich heen heeft gebouwd. Het was zeer de moeite waard, moet ik zeggen. Ja, het was een hele fijne avond. Is eenzaamheid, ze heeft natuurlijk een boek geschreven, Eenzaam maar niet alleen, is dat een terugkerend thema in al haar brieven? Ik noemde net al dus die tragische brief naar aanleiding van die dood van de koningin, de prinses Groothertogin Sophie. Maar ja, je merkt toch heel duidelijk in al die brieven, zeker na 96... wanneer ze dan toegroeit naar het koningschap, dan merk je ja, dat ze toch alles eigenlijk in haar eentje moet zien klaar te krijgen. Dat ze dat koningschap op zich moet gaan nemen. En die enorme verantwoordelijkheid die ze te dragen krijgt. En dan schrijft ze ook altijd wel van, maar gelukkig is er altijd die ene, waarmee ze God natuurlijk bedoelt, die op wie ik altijd kan vertrouwen en die me steun geeft en kracht. En
Dan schrijft ze ook ergens op een gegeven moment, laten we er maar het beste van hopen. Dat is een beetje haar lijfspreuk. Ze schrijft ook brieven wanneer ze Hendrik voor het eerst heeft ontmoet. Hoe zijn die? Hoe schrijft ze over Hendrik? Nou, over Hendrik schrijft ze werkelijk helemaal hoogjauchtend. Ze is echt dolgelukkig met hem. En dat is echt zo, die eerste jaren was ze ook heel gelukkig met hem. En dat merk je ook. En dat is ontzettend leuk om te lezen. Want wij denken allemaal dat het allemaal zo ellendig was. Maar aanvankelijk was dat echt niet zo. Ze was echt helemaal gelukkig. En ze schrijft ook over haar eerste verjaardag op het Loo. Dan schrijft ze ook van, nou, dat zal altijd zo blijven. Samen met je man en je eigen huis. Dat is het heerlijkste wat er maar kan overkomen. En dat is echt toch echt heel erg leuk om te lezen. Er staat ook een brief van Emma in, waarin ze juist de bezorgdheid uit, meen ik, over de enorme verliefdheid van Wilhelmina op Hendrik. Ja, dat is een brief uit 1902. Dan schrijft Emma aan Sexton Winter. Dat is natuurlijk ook curieus dat ook voor Emma Sexton Winter een soort uitlaatklep was. En ze maakt zich ontzettende zorgen over het gedrag van Wilhelmina. Want die vindt ze zo slaafs naar Hendrik toe. Terwijl ze als koningin gewoon prima is en kordaat. Maar tegenover Hendrik vindt ze er zo slaafs. En dan maakt ze zich vreselijke zorgen over. En dan schrijft ze ook wel ergens van, nou ja, je moet de brief maar verscheuren. En dat is dus niet gebeurd. En dan kun je dus nu dus lezen dat niet alleen voor Wilhelmina, maar ook voor Emma. Hendrik, Sexton Winter een vertrouwensfiguur was. Marjan Boot, heb je nog iets nieuws gehoord vanavond? Ja, een heleboel nieuwe dingen, want ik wist eigenlijk heel weinig van de jeugd van Wilhelmina. Ik heb wel natuurlijk haar boek gelezen, Eenzaam maar niet alleen, en heel veel, altijd over het Koninklijk Huis. Ik ben een enorme fan van het Koninklijk Huis, maar ik vond het ontroerend en om te horen hoe eenzaam ze eigenlijk was. En ook die verhouding met die gouvernante, dat stuk, was toch heel bijzonder dat ze die de mogelijkheid had om haar hart uit te storten. Dus het heeft echt een heleboel nieuws gebracht voor mij. Hoe zijn de brieven eigenlijk boven water gekomen? Nou, dat was in de jaren 60 van de vorige eeuw, was er een nicht die had die brieven. En die heeft ze toen aangeboden aan koningin Juliana. En toen zijn ze inderdaad in het Koninklijk Huisarchief terechtgekomen. Maar niet dan nadat de directeur van het Koninklijk Huisarchief, de toenmalige directeur, aan de ambassade in Londen heeft gevraagd om ze eens te bekijken, die brieven. En toen schreef een van die medewerkers, dat is wel wat geestig, dat, ze waren wel aardig, maar hij kon zich niet voorstellen dat iemand ze nou zo belangwekkend zou vinden. Maar zeiden ja, als de brieven van Sexton Winter nou toch ook al in het Koninklijk Huisarchief zijn, dan is het natuurlijk wel aardig om ze erbij te hebben. Maar wat is nou het geval? Dat alle brieven van Sexton Winter zijn verbrand door Wilhelmina. Dus er was überhaupt niks. Dus was het nog belangrijker dat die brieven terugkwamen naar Nederland. En dat kunt u nou lezen in de brieven, in het boek.